Marisa, hi, goedemorgen. Onderstroom, wat is dat? Waar je wel eens over spreekt met mij. Wat is onderstroom in een organisatie volgens jou? Om mensen te betrekken en te verbinden met je organisatie is het belangrijk dat ze het verhaal van jouw organisatie begrijpen. Nog belangrijker is dat ze het ook daadwerkelijk geloven. Dus dat ze ernaar gaan handelen. In gedrag. In gedrag. Ja. Wat wij zien, Marisa, is in dialogen die worden uitgevoerd bij organisaties, dat ze zien dat de mensen de taken wel afronden, maar dat het niet zo grijpbaar is wat daar nou onder het wateroppervlak verder gonst en bromt en broeit en speelt bij mensen aan ideeën, maar ook aan weerstanden. Is dat iets wat met die onderstroom te maken heeft ook volgens jou? Ik denk dat je dat heel goed zegt. Ik denk dat bedrijven of mensen, je wordt ergens voor aangenomen en dat is dan je taak. Dus dat doe je, daar voel je je ook verantwoordelijk voor. Ja. Alleen er zit nog iets onder, want je wil ook gezien worden en je wil erkend worden. En eigenlijk krijg je op het moment dat je je werk doet ook hele leuke ideeën. En die wil je ook delen. En om dat te kunnen delen, moet je ook kwetsbaar opstellen. Dus dan is vertrouwen nodig. En ik denk dat vertrouwen, erkennen en waarderen, dat je dat echt voelt, is niet rationeel. Dat voel je. Dat voel je. En dat is heel belangrijk. Dat ook die laag wordt gezien. En dat je daar als bedrijf iets mee doet. Zeker in deze tijd. Ja. Daar zijn ik het eens over dat je dat niet op zijn beloop moet laten. Dat moet je niet als manager of als directeur maar zien hoe dat zich ontwikkelt. Hè? Jij en ik zeggen van nee, dat moet je op. Dan moet je systematisch, gestructureerd, regelmatig onderhouden. Wat aan doen, wat meedoen. Kan je iets zeggen over jouw aanpak? Als ik nu directeur, groot aandeelhouder ben van een bedrijf van 200 mensen. Of manager van een afdeling met 100 mensen. Wat doe je dan? Wat doe je dan richting zo'n groep? Om dat te achterhalen? Ja, eigenlijk heel simpel. Je oor te luisteren leggen. Proberen uit te vinden wat daar precies speelt. Wat je ziet is dat bedrijven veel investeren in de bovenstroom, in de ratio. Hele mooie, goede communicatieprogramma's. HR-instrumenten worden ingezet. Dat gebeurt nu met mooie yoga-sessies via Zoom, tot aan borrelpakketten op vrijdagmiddag die thuis worden afgeleverd. Ik denk dat voor corona ook al gebeurde. Bedrijven die een barista in dienst hebben, een mooie loungehoek hebben. Alleen het gaat wel dieper. Het gaat om echt het persoonlijke contact wat je met je mensen hebt, het gesprek wat je aangaat. En in de onderstroom ga je voelen en ervaren waar het goed gaat, maar ook waar de rem zit, waar de blokkades zitten. En dat gesprek is eigenlijk heel belangrijk om dat vertrouwen te geven waar ik het net over had. En ook mensen het gevoel te laten geven dat je gezien wordt, dat je erkend wordt. En dat het belangrijk is dat je je uitspreekt. Omdat je met elkaar uiteindelijk die ambities in je bedrijf wilt halen. Ja. Dan gaat het uiteindelijk om. Blijft zaken. Ja, het is vanwege een zakelijke reden. Wil je in dialoog, in verbinding zijn met mensen? Ja. Misschien nog een vraag tot slot. Ik zou het als manager of als eigenaar van een bedrijf wel lastig vinden als je zegt, nou, 200 mensen, ik ga met allen eens een gesprek hebben en eens goed hun ziel en zaligheid op tafel krijgen en hun persoonlijke onderstroom. En dat met 200 mensen en dat een paar keer per jaar. Dan zou ik toch als manager denken van dat kost mij heel veel tijd. Dat kost mij heel veel centjes. Ik vind het weinig, ik vind het een beetje ongrijpbaar. En waar blijft de business dan ondertussen? Kun je iets zeggen over hoe je dan met een team of grote afdeling of grote groep mensen in zo'n manier van verbinden kan treden, om maar zo te zeggen. Ja. Nou, wat ik sowieso belangrijk vind, is dat het niet een of-of verhaal is. Dus wat je doet, is wat je toetst in de onderstroom, is
wat je strategie is, wat zijn je bedrijfsdoelen. Dus het organisatiekader is altijd het startpunt. En wat je doet is gaat toetsen van, nou, wat is dan de beleving en waar zit de potentie in? In ons eerste interview en het gesprek ook heb benoemd, is dat er heel veel potentie en kracht in de mensen zelf al zit. En ik denk dat je door die onderstroom te bevragen, dat je dat naar boven haalt. En hoe doe je dat dan? Nee, het is gekke werk om met 200 man dan te gaan praten. Maar dat kan je wel online doen. Waarbij je de vragen die je formuleert afstemt op de ambities. En ook formuleert op basis van de waarden die je als organisatie nastreeft. Het leuke is dat je dan stellingen, het verhaal terugkrijgt van verschillende medewerkers. Ja. En dat is heel mooi dat we die stap nemen. Maar het mooie van deze tool is dat je het zelfs nog een keer kunt voorleggen. Waardoor alle collega's kunnen lezen en een mening kunnen geven over hetgeen de andere collega heeft benoemd. Ja. Ja. Hey, op jouw, want op jouw website staat meer. Ook hoe je voor je organisatie, je team of je afdeling of je business unit kan kennismaken met dialoog. En hoe je gesprekken combineert met online dialoog. Maar wel in het kader van onderstroom op tafel krijgen. En zorgen dat verbinding wordt gemaakt met bedrijfsdoelen. En dat het gedrag daarop is afgestemd en mee in de pas loopt. Dus een soort, om maar in slecht Nederlands, alignment. Ja, precies. Oké, nou op naar de website. Oké, dankjewel. Dankjewel.